In het hartje van Torhout, omgeven door groen, ligt dit in het oogspringend gebouw, opgetrokken met aandacht voor architectuur. Kwaliteit, licht, ruimte en rust waren de uitgangspunten bij het ontwerp van dit woonproject. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik het appartement binnenstapte, voelde ik me meteen thuis. Omwille van de open keuken, de royale leefruimte en de enorme glaspartijen, waardoor er prachtig licht binnenvalt. De eigenaar koos bewust voor duurzame kwaliteitsmaterialen en voor vloerverwarming. En daarbij hoort natuurlijk een parket van Lalegno. Hier werd een 15AB Brut geïnstalleerd. Een meerlage parket zonder knopen en met een zeer evenwichtige aanblik. Met andere woorden, alle planken hebben dezelfde kleurtoon, waardoor het geheel zeer strak aanvoelt. Het werd na plaatsing afgewerkt met een licht getinte olie die perfect aansluit bij de stijl van het interieur. Nu, hoe zit dat juist met vloerverwarming? Want velen denken dat vloerverwarming niet gecombineerd kan worden met een meerlage parket. Maar niets is minder waar. Het is tegenwoordig voor velen trouwens de ideale methode, want zo hou je de muren vrij voor sfeerelementen die decoratiever zijn dan een verwarmingstoestel. En een houten vloer die geleidt de warmte goed, omdat bij meerlaags parket het natuurlijke krimpen en uitzetten van hout onder invloed van temperatuurschommelingen optimaal onder controle kan gehouden worden. Het plaatsen van parket in combinatie met vloerverwarming is vrij technisch, dus dat laat je best over aan een vakman. Wil je toch alles weten over de do's en don'ts van zo'n installatie? Wel, je vindt heel wat informatie terug over dit onderwerp in het hoofdstuk Vloerverwarming op de Lalegno website. Je vindt er ook alle informatie over de mooie 15AB Brut. Hopelijk kan deze video je inspireren bij de inrichting van jouw woning en dan geniet jij binnenkort misschien ook van je eigen Lalegno vloer.